Lorient's victoire contre Anvers, c'était pas facile, mais nous avons fait. Oui, bien sûr, on savait déjà avant que ça va être un match très compliqué ici, avec les supporters tous autour, c'est difficile à jouer et c'est un derby, on sait très bien que c'est toujours un match avec beaucoup de duels, mais je pense qu'on a montré des belles choses aujourd'hui et la victoire aussi plutôt méritée, je pense. Deux victoires contre Anvers, c'est aussi très important pour les supporters. Oui, c'est ça, je pense. C'est le plus important, c'est que les supporters sont contents maintenant. On a pris 6 points, 6 sur 6, et je pense ils sont très contents comme nous. Et ouais, on a très bien commencé la nouvelle année et on espère de continuer comme ça contre Bruges. Aussi, le deuxième temps pour la défense, nous avons fait un match très secure. Après 7 buts de Tellin, Anvers n'a pas eu de chance, je crois. Oui, c'est ça que c'est pas que la défense, mais c'est vrai. Aujourd'hui, défensivement, on était très très costaud. Tout le monde a travaillé. Et voilà, c'est comme vous avez dit, ils n'avaient pas d'occasion, rien. On a tout ce qu'ils avaient. Ils avaient des centres des côtés, mais on a bien dégagé la balle. Et c'est pour ça, je pense, que c'est vraiment mérité la victoire. Félicitations, Ryan Maé, overwinning tegen Antwerpen en een hele sterke partij van jezelf. Ik denk dat je een tevreden voetballer bent vandaag. Ik ben wel tevreden voor de overwinning en ook mijn individuele prestatie. Ik kan zeker beter en de ploeg ook. Zeker op die eerste helft, maar we hebben de overwinning genomen. En dat is het belangrijkste. Het kan nog beter, zeg je, en we staan nu al in de top 6. Ja, we staan nu momenteel op de top 6, maar zijn we nog wedstrijden morgen. En we moeten focussen op de volgende wedstrijd om zo hoog mogelijk om de ranking te staan. Tijdens het wintermercato hebben we SEC verloren, Morioka ook. Maar ik zie jou dan weer helemaal ontbolsteren op dat veld. We hebben heel goede spelers verloren. Maar de ploeg gaat goed. Ja, die gaat goed zonder ook. En we hebben dat vandaag gezien. Het team is meer dan één persoon. Ja, het team is meer dan één persoon. Bedankt, proficiat. Sven Vermant, 8 op 12 als eerste 4 matchen bij Waasland Beveren. En dat tegen 3 ploegen onder andere die in play-off 1 staan. Dat is heel straf. Ja, kan ik alleen maar 4 zijn als coach om op zo'n korte tijd dat toch samen met de spelers te kunnen bereiken. Uiteraard is het opnieuw stap voor stap. En het zullen nog serieuze finales zijn tot het einde. Maar we gaan volledig de strijd aan. Maar dat kun je alleen maar als je wedstrijd per wedstrijd kijkt en niet verder dan dat. Het lijkt erop dat bij elke sterkhouder die Beveren verliest, SEC, Morioka, dat er gewoon andere spelers die plaatsen innemen. En dat zal ook aan jou te danken zijn. Het is gewoon zo dat je kunt op een bepaald moment bezig zijn met jongens die vertrekken. Maar dat brengt je niet vooruit. Dus het is aan andere jongens om hun kans te grijpen. En dan is het gewoon belangrijk dat je ook dit resultaat kunt neerzetten. Na een vertrek eerst van SEC. Dat we dan opgevangen en nu Morioka. Dus ik kan alleen maar trots zijn dat de jongens er absoluut gewoon 100% in geloven. En de taken uitvoeren, dat die ook aangegeven worden. In het begin, play-off 1, dat was een verre droom. Dat werd stap bij stap realistischer. Op het moment, ja, nog 5 wedstrijden en we staan daar nog altijd. Ja, en wij zullen trachten zo lang mogelijk daar te blijven staan. Week na week, maar wij hebben geen makkelijke wedstrijden. Hoe dichter dat je er tegenkomt, heb je geen makkelijke wedstrijden niet meer. Dus wij zullen nu week na week gewoon opnieuw moeten trachten voor die 3 punten te gaan. En dan zien we waar we uitkomen. Bedankt en proficiat.